Nou, ons vuurtje brandt in Hardenberg en dat is heerlijk op het Klepperplein, midden in het stadje aan de Vecht. En de eerste gasten zijn inmiddels bij ons aangeschoven. Het vuur lonkt en deze jongeman luistert naar de naam. Wesley Brinkhuis. Wesley, je hebt inmiddels wat opgeschreven. Dat heeft betrekking op een persoon die jou na aan het hart ligt. Hè? Wie is dat? Ja, mijn oudere zus, Joni. Ze is van het paard gevallen, begin vorig jaar. En ja, dat heeft een behoorlijke impact gehad op ons hele gezin. En ook op haar natuurlijk en een vriend. En ja, we hopen toch dat revalideren nog steeds beter gaat. En dat 2015 een mooier jaar wordt voor haar en voor ons en voor iedereen. Je zegt revalideren, dat betekent dat ze door die val behoorlijk gewond is geraakt. Hè? Hoe was ze eraan toe toen het gebeurd is? Ja, verschillende botbreuken in haar hoofd. Want ze is met haar hoofd op een boomstam gevallen. En ja, ziet het toch gewoon in het eerste, ziet het sowieso heel slecht uit. Maar ja, het is wel mooi hersteld uiteindelijk. Maar toch, ja, je krijgt er toch een hele klap van, zeg maar. Ja, dat, Je zegt in haar gezicht, is het ook te zien, littekens, het aangezicht? Ja, het is mooi opgeknapt hoor. Maar in het begin, je schrikt er wel van natuurlijk. Dus, ja, maar. En in het hoofd, want daar hoorde ik je ook iets over vertellen. Ze heeft ook hersenschade opgelopen? Nou, tot zover lijkt het nog te gaan revalideren, dat het nog weer beter kan. Maar het is toch, de hersens hebben een hele klap gehad. Dus, is het anders door geworden, kun je dat zeggen? Is het nog jouw oude zus? Ja, natuurlijk wel. Het blijft altijd mijn oude zus en zou het ook altijd zijn. Maar ja, het is toch altijd even moeilijk. Ze is veranderd, hoe is ze veranderd dan? Ah, veranderd, dat wil ik niet echt zeggen, maar het is toch ja, misschien wat ja, een beetje moeilijk. Kan ze dingen niet op dit moment, die ze eerder wel kon? Nou, bijvoorbeeld lang concentreren valt nog tegen. En ja, soms dat ze in één keer heel druk wordt en dan in één keer helemaal inkakt, zeg maar. Werk of studie, kan ze daar vervolg aan geven of is ze daarmee gestopt? Werk ligt dus tijdelijk stil, omdat ze dat gewoon nog heel moeilijk vol kan houden. Een hele dag, lange werkdag, dat valt nog tegen, zeg maar. Jij hoopt en iedereen in het gezin denkt van dat het weer goed gaat komen? Ja, daar heb ik volle vertrouwen in dat het weer goed komt. En, zijn jullie een hecht gezin? Ja, ja, denk ik wel. Dus ik vind het wel. Je hebt er ook wel verdriet om gehad, wat er gebeurd is. Ja, natuurlijk. Heb je daar verdriet om, het hele gezin wel. Ja, het is toch een hele impact. Fijn dat jullie er dan ook voor elkaar kunnen zijn. Ja, dat doen wij niet moeilijk over, als gezin. Je hebt het in ieder geval opgeschreven. Ja. Het allerbeste wens jij je zus toe. Dat, ja, ook voor het gezin, dat het weer helemaal goed gaat. Ja. En dat dit ongeluk met het paard, zoals dat gebeurd is begin vorig jaar, dat jullie dat achter je kunnen laten. Ja, het zou hartstikke mooi zijn als ik kan. Het vuur brandt daar, dus ik zou willen zeggen, deponeer het in het vuur. En ja, Begin met een schone lei 2015 voor jou, voor je zus, voor je hele familie. Je vriendin staat er ook inmiddels bij te glunderen. Ik zou zeggen, deponeer het in de vuurkorf. Ja. En laat het lekker branden. Dankjewel. Nou, bedankt. Hij sterkte ermee, hè? Ja, bedankt. Hey, de groeten. Ja. Hoi, hè?